Oranjeslag, de commandant van de geallieerden, loopt ook achter de troepen. Die bekijkt op dit moment of zijn troepen goed zijn opgesteld. U ziet daar links van aan de geallieerde kant de schot. Terwijl je aan de rechterkant de vrouwenhoekzien gaat klaar hebben, die zullen waarschijnlijk een verhaal om de flanken, zeg maar, van de andere kant, dus wel links of rechts van het slagveld. En in midden komt de cavalerie op verkenning. Vooraan de commandant. Tout le prix de la guerre.